In het weekend van 1 en 2 juni 2024 is er weer van alles te beleven in Kuik. En zo ook vandaag hier bij de Turkse kermis. Voor sommige mensen werkt het een beetje verwarrend. Sommige mensen denken kermis, maar dat is de Nederlandse variant met allerlei flitsende dingen, harde muziek, rups. Kermes is echter het Turkse woord voor braderie. Elk jaar organiseert de Turkse gemeenschap hier bij de moskee een prachtige braderie met heerlijke hapjes, een open dag in de moskee. Mensen kunnen allerlei leuke dingen kopen hier. En je voelt je heel welkom om meer te weten over de Turkse gemeenschap. Wijk TV De Valuwe gaat natuurlijk ook even een kijkje nemen. Ja, ik heb het laatst.